Welkom bij de Gezondheidsstudio Kookt. Ik ben Peter Son. En ik ben Robert Boon. Wilt u ook gezond en lekker koken? Met mooie vissoorten? Bijvoorbeeld kabeljauw. Dan gaan we nu laten zien hoe je dat op een heerlijke en gezonde manier bereidt. We hebben bij de visboer een mooi stukje kabeljauw gekocht. Een hele zijde. En die bestaat uit drie delen grofweg. Dat is een deel waar je heerlijk kleine stukjes vis voor wokken kan snijden. Het haasgedeelte, dat is een mooie, dikke, vlezige stuk. En het staartje. Je kan aan de visboer vragen of hij het graat eruit haalt. Ik heb nog even een controle. Er zit nog wat graat in. Dan moet je behoorlijk kracht zetten om die eruit te halen. En ik zou adviseren om dat de visboer te laten doen. Kijk, dit is zo'n graatje. Dat zijn flinke messen. Ik snij er nu even langs. Het vel is vrij taai, dus een scherp mes is heel handig. Mooi handzaam stukje heb ik gesneden. Het vel zit er nog aan, want we gaan hem bakken op het vel. Kruiden, zout, peper, dat voegen we als laatste toe. Robert die maakt een combinatie van roomboter en arachideolie. En de arachideolie zorgt ervoor dat ik hard kan aanbakken. En de boter zorgt ervoor dat ik een mooi smaakje en een sappig stukje vis krijg. Mijn boter is niet helemaal opgelost. Ik ga het inleggen en ik breng meteen eigenlijk even met de hand of met de tang, als je dat niet durft. Gaan we rustig sorteren. Hij krimpt namelijk iets op de huid, waardoor hij een stukje kleiner wordt eigenlijk. Maar doordat we een mooi schuim hebben en hitte, wordt het zometeen mooi krokant. En je begint op de huidkant? Ja. Waarom is dat? Omdat daar de smaak zometeen in mijn boter komt. Ja. En mijn boter gaat ook zorgen dat ik smaak weer in mijn vis krijg. Ga je dat met die tang draaien of heb je? Ja. Ik draai hem met mijn tang in één keer en daarna doe ik het zo meteen met een paletmesje. Haal ik hem in één keer draaien. Of een schuimspaan. Want wat bij mij nog wel eens gebeurt is dat hij een beetje uit elkaar valt. Hè? Ja, dan ben je of te ver gegaan. Ja, dus dat je al helemaal gaar bent. Dan valt de kabeljauw heel snel in stukjes. En het is mooi om de cuisson, oftewel het stukje vlees, vis, om dat mooi heel te houden. Oké. Okay. Je hoort hem nu. Ik zie nu aan het huidje dat hij ook begint te krullen. En nu gaan we hem rustig bakken. In ruim boter zetten. En dan moet ik hem even afzagen. Het moet blijven bewegen. Oftewel, er moet schuim in blijven leven. En dan halen we hem zo meteen eruit. En dan zal je zien dat we een super stukje vis hebben. Oké. Hij is gaar. Zet de vuur eruit. Laat hem nog heel even in de pan. Mooi nabobbelen. Dus een mooie nagaring geven. En we kunnen het peper en zouten en de peper. Ja, peper zouten. Met je witte peper. En met je zeezout. Dan gaan we kijken. Prachtig mooi, sappig stukje vis. Stevig. Eet smakelijk.